te doen. Oké, kijkers. Wie gaat hij dan? Daar komt hij dan! Hallo? Je spreekt met Henkie's monteurder? Goddonden je, Henkie. Je moet nou toch eens luisteren wat ik nou toch voor jou heb. Ik heb nou toch een mooi klusje voor jou. Moet toch even kijken, moet nou. Oh, Jotte, Frank, wat heb ik jou al lang niet meer gesproken? Oh, hoe is het met je? Ja, maar mij is kei goed, joh. Ik ben lekker lang op vakantie geweest, weet je wel. Je hebt een klusje voor me. Ja, ik heb een klusje voor jou. En er zit nog een grote verrassing bij ook nog, hè? Verrassing? Ah, oh, dat is lang geleden. Ik ben zo blij, weet je. Ik heb mijn hele kamer gewoon al mijn spullen moeten verkopen. Ja, maar er is wel één probleem, Henkie. Nou? Jij moet eigenlijk deze kant op komen, want dan kun je niet naar jou toe komen in ieder geval. Ik moet jouw kant, moet ik helemaal daarin rijden? Je moet helemaal hier, dat is toch geen probleem, joh? Roodtrip, daar heb ik zoveel zin in. Met mijn panto ga ik pakken, ik pak mijn nootbeskuitkoekjes vast. Frank, ik kom er gelijk aan. Dat is goed, jongen, ik zie jou zo wel. Tot zo. Mijn nootbeskuitkoekjes hier ook. Ja, dat is me over. Daar ga ik. Ik hoef helemaal niks te pakken, want ik heb toch al mijn spullen verkocht. Dan gaan we. Mijn panto. Ik heb hier zoveel zin in. Helemaal naar boven, Frank, wat een roadtrip, dat wordt toch leuk. Ik ga mijn turboknop aanzetten, die heb ik al zo lang niet meer gebruikt. Auto aan de kant, ik heb haast. Daar gaan we dan. Henkie avontuur! Het is al zo lang geleden en ik ben er bijna. Ik ken het nog allemaal. Het is echt al een jaar geleden of zo. Ga aan de kant, auto. Hier is het. Ik zie de tractor al staan. Wat cool om hier weer te zijn, zeg. Waar kan ik mijn auto? Ik ga mijn auto gewoon hier neerzetten. Auw! Zo, nou, die staat goed geparkeerd. Hey! Hoi! Frank! Wat ben je aan het doen? Frank! Spring! Frank! Rustig aan! Hey, Frank, hoe is het? Ja, goed, ik zat eks met een Matties door Rodrigo en Juan Fran te praten, maar die hallo, zijn niet... Hallo, Intuico, Frank, bang. Wat heeft dat te betekenen daar? Wat? Ja, je slopt daar helemaal een opslag. Nee, dat is gewoon mijn panto. Ja, in tussen mijn planken, ja, maar goed. Ja, ik moest toch ergens parkeren. Hey, Henkie, ik heb nou toch een verrassing voor jou. En ik ga je zei het. Zal ik hem laten zien? Ja, ik ben zo benieuwd. Het is nog een stuk gelopen. Is het deze tractor? Nee, die is niet jouw team tractor. Een vogel. Nee, dit is toch geen vogel, want kijk die lange nek. Ik weet niet wat deze, dat is mijn huisstruisvogel. Het is een exotische puntsnavelvogel. Ken die niet. Kun je die ook opvoeren? Ja, dat is derde van zijn soort. Die zijn erg opvoeren. Zeg je dat nou? Ja, die kunt toch ook opvoeren, of niet? Gaat hij dan sneller? Ik weet het niet, nooit echt geprobeerd. Ik kan het wel op die kip proberen laten. Maar, zoals je ziet, het is hier nog steeds één grote bende. Maar, het voelt net als thuis. Als je hier links kijkt, dan zie jij daar... Een vogel! Oude motor! Nee, die motor. Wat cool! Nou. Met dubbele driewiel aandrijving met een... dit achterlicht is erg zeldzaam, wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Maar weet je wat ik wel weet? Dat hij helemaal naar de knop is. Hij rijdt niet goed meer. Het ziet eruit als een leuk monteur. Maar het andere punt is, Henkie. Nou? Hij is niet van mij. Oh, van die vogel of zo? Nee, dat kan toch niet, jongen. Dat weet je zelf ook wel. Van wie? Ewa. Ken hem nog? Rajiv! Ewa, ik ben het, Rajiv. Je bent, waar ben jij geweest? Jij wil niet weten waar ik ben geweest. Wat heb ik jou lang niet meer gezien, Rapief? Kijk eens aan. Ik ben gewoon de hele wereld geweest. Ik heb alles gezien, zelfs aliens, Area 51. Wauw. Ze zitten er echt, hè. Heb je wat donuts bij je? Wat zeg jij donuts? Mijn winkel is dicht, hè. Heb je die gezien? Is je winkel dicht? Hoezo is je winkel dicht? Ik kan niet naar mijn winkel komen, mijn motor is kapot. Je motor is kapot? Oh, dit is jouw motor natuurlijk. Dit is van Magic. Maar kijk, ik kan niet naar mijn winkel. Wat heb ik jou nog niet gezien? Ja, leuk man. Wat doe normaal? Sorry. Ik ben een beetje, ik ben gewoon enthousiast. Wat cool. Ja, maar Jeeve is ook een beetje ouder geworden, hè? Dat is al lang geleden. Ja, maar die motor... Ik ben ondertussen al 58. 58, wauw. Maar, die motor, laat me eens zien. Laat eens zien. Nou, kijk mijn mooie blinde flits. Ja. Hij ging eerst echt heel snel, hè. Wat dan een blinde flits? Joh, een blinde flits. Die komt uit Suriname, weet je. Daar staat een god. Ja, daar ga je snel, weet je. Ja. Maar laat eens zien, rijdt er eens een stukje op. Of doet hij het gewoon helemaal niet meer? Nou, ik ga laten zien, hè. Kijk. Wow, voorzichtig. Hé, pas op die foto. Hij doet niet goed, man. Kijk.
Hij doet het niet. Nee, ik zie het. Hij komt helemaal niet vooruit. Oh, in zand gaat hij niet wel rijden, maar... Oh, voorzichtig! Rajiv! Oh, godmonde nu. Kijk, daar zit een nieuwe schietstoel op. Doe toch voorzichtig met die motor, jongen! Voorzichtig! Hij is kapot. Geeft hij jou nou groen een klap? Nee, een duw. Zal ik hem maken? Ja, alsjeblieft. Dan krijg jij van mij... Oké, we gaan het niet maken, Henky. Ja? Als jij mijn motor goed maakt, krijg jij 10 donuts. 10 donuts? Ja. Allemaal voor mij? Ja. Frank, allemaal voor jou. Ik moet het even bespreken met mijn mede-collega. Kom hier, Frank. Oh. Bodo? Ja. Niet te hard praten, want dan hoort hij ons. Ja, 10 donuts? 10, ja. Dat doen we. Ik mag die. Ja, mag ik er ook in, of niet? Ja, maar het zijn donuts. Ja, dat klopt. Ik ben een beetje op dieet. Dat is waar. Je bent wel niet handig. Je moet wel nog een beetje op je gewicht. Ik ga nog één keer even mijn oude motor testen. Ah, hij heeft echt een helm ook gewoon op. Ja, maar die kan je doen toch al niet wel. Hij mag zeggen dat hij niet werkt, die motor. Nou, weet je het is? Ik heb er ook op gereden, maar toen maakte hij gelijk een wheelie. Maar dat komt door het gewicht van mij. Want wij komen dat weer doen. Oh, voorzichtig! Oh, nee, man! Voorzichtig toch met die motor. Het punt is meer... Dat ding, dat is onbetrouwbaar. Hij gaat te snel, dan gaat hij te hard en dan valt hij weer stil en dan remt hij weer. Hij en moet dan gewoon alleen goed snel gaan. Ja, en gewoon niet. Hij stopt er gewoon af en toe in één keer mee. Ja, dan vliegt hij eraf. Dan bent hij die helm. Wat cool. Nou, ja. Dat komt helemaal goed. Weet je, vroeger toen ik in de COM van de kapiteinsopleiding zat, toen ik ging met mijn bataljons patrouille, toen hadden we ook een keer zo'n motorprobleem. Maar dat had ik ook gemonteerd. Weet je hoe cool dat was? Oh ja, dat heb ik in de krant gelezen. Heel de bataljon was dood. Ja! Oh, dat is een prima oplossing. Ja, dat is een toch een goede oplossing. Nou, ik ga het gelijk doen. Rajiv, jij komt maar niet aan die motor, want ja, hij ligt weer in de bosjes. Ja, kijk waar die ligt, man, onder een boom. Jezus, man. Nou, ik ga wel gewoon die motor maken. En ik ga kijken of ik er leuke Henkie-upgrades aan kan toevoegen. Toch? Dat wilde mooi je toch? Zijn. Ja. Nou, maak hem maar lekker snel, lekker mooi, dat ik snel in de staat kan komen bij mijn winkel weer, ja. Gaan we doen. Tot zo, thank jongens. You, man. Ja! Oh, en een beetje moet ik hier. En die bandenspanning moet nog wat omhoog. Hij ziet er wel in ieder geval goed gepolished uit. Ja, was wel een goed gesprek, hè, Frank, net. Hey! Kijk! Met onze vrienden. Hij ziet er al een stukje beter uit. Hé, wat heb jij gedaan? Hij is goed toch zo beter? Hij begint wel er goed uit te zien. Hij is Kaolo ziek, G. Ja, dat dacht ik ook al. Kaolo ziek, zeg maar. Jij bent echt goed hierin, man. Ja. Jij krijgt 20 donuts van mij. 20? 50, 100! Dat was niet een deal! Maar ik wil ze wel hebben. Oké, nee, we gaan kijken. Maar ik vind het nog net niet. Nee, ik ook niet. Daar moet nog wel. Weet je, ja. Hij is nu gewoon goed, maar hij moet Henkie goed zijn. Hij is niet Henkie-proof. Nee. Is die snel? Nou, dat is dus het punt dat wilde ik net gaan monteren. Oh, zie je die grote rode knop aan de rechterkant? Jee. Hier aan de rechterstuur, zeg maar. Ja? Dat is de boostknop, de Henkie-turbomotor. Maar die moet nog met de bedrading moet nog zeg maar aangecheckt worden. En dan moet ik nog de motor monteren. En dan gaat die super snel. Oh. Wat dacht je ervan? Hey. Ja, zijn motor niet de mijne, maar ik vind die goed plan. Hey, Rajiv, verzetten we anders wij nog eens een pilsje gaan drinken. Dan kan denk je nog eens. Ja, is goed, maar. Wat is dit? Sorry, nee, dat was niet de bedoeling. Ik struikelde. Weet jij zeker, Henkie? Ik struikelde. Want anders krijg je helemaal geen ene donut van mij. Spijt me, ik monteer. Ik ga wel verder monteren. Ga snel. Ga maar een biertje drinken of zo, ik weet het niet. Ik drink geen bier, alleen whisky. Alleen whisky, nou ook goed. Uit Parapiripo. Parapiripo, ook goed. Oké, tot zo, jongens. Joe. Nou, dan gaan we verder monteren, want die turboknop moet erin. Hij ziet er helemaal nog niet zo spectaculair uit. Hij moet een beetje een Henkie touch hebben. Ga gelijk verder monteren. Oké, hij is helemaal klaar. Ik heb hem helemaal goed gemonteerd. Daar is hij dan. Hij is gewoon Henkie-proof. Nu moet je die straalmotoren achter... Oh god, wat gebeurt daar nou weer? Jongens, hij is klaar. Henkie. Frank, wat heb je gedaan? Frank heeft een beetje te veel pillen en whisky gedronken. Ik zie het. Kijk, hij kan er niet tegen. Frank, pas je op voor de motor. Oh, ja. Oh, mooi. Wat is dit? Oh, Frank, pas toch op. Hij is cool, toch? Kijk dan. Wat, is dit nog een motor? Is dit een ruimteschip? Wat is dit? Nee, dit is een motor. Ik heb hem een keer proef gemaakt nu. Waar zijn de wielen?
die wielen heeft hij niet meer nodig. Ik heb er super hyperdrive wielen opgezet. Die zitten erin en die zorgen voor een soort pulsering onder, waardoor die blijft vliegen. Ewa, dat heb ik van Frank geleerd, hè. Wat lulde nou? Wat? Wat zei wat je lulde nou? Zei jij dat nou? Ewa, Frank heeft mij dat geleerd, weet je dat net. Wauw! Maar zullen we eens testen? Kijk hoe cool. Ja, je mag hem testen. Want als jij hem kapot maakt, mag je nieuwe halen voor mij, weet je. Dus jij mag lekker als eerste. Zo, kom. Wel mee, we gaan. Want waar kan ik hem testen, Frank? Ja, ik heb met een landingsbaan daar een beetje verbeterd. Recht vooruit is hier, dan links. Echt? Oh, ik ga heel eerst rustig erin, voordat ik de turboknop activeer. Ah, cool, hè? Hij heeft gewoon helemaal geen wielen meer nodig. Hij is wel een beetje heet aan de achterkant. Ja, ik zou niet te dichtbij komen. Pas maar op. Want kijk, ik heb waarom ren away? Kijk maar, ga er maar eens achter staan. Ik wil het ook wel testen eigenlijk. Het is een soort turbofunctie die ik toevoeg. Gaat dat pijn doen? Ja, doe dat. Nee, joh, dat doet geen pijn. Oké, waar ga ik heen? Oh, wat gaat hij snel? Zo, maar gaat het nog goed met ze? Oh jee, au. Ah, mijn rug. Ah, Frank. Hoor je me? Ik heb een radiofunctie erop gezet. Gaat het dan? Ja, ik ben gelijk 3 tinten bruiner. Hou! Pas op! Pas op! Au! Au! Gaat het, Frank? Ik voel gelijk geen kater meer. Ewa, wat was dat? Wat is er helemaal gebeurd? Ah, dit is wel goed, hè? Hé, kijk, deze kip. Deze ga ik meenemen naar mijn winkel. Hey! Dit is met een kip! Dat is boer Frank's oogst! Godverdomme! Maar test hem eens, Rajiv. Hij deed het wel goed, ik zou wel oppassen met de landing, want... Frank, ben je boos op mij? Nee, ik zal het om, ik mag wel naar je kip. Maar ga je testen, want... Pas op! Sorry, ik hou het. Oké, ik heb er de turboknop E opgezet. Zodra je die inklikt, dan ga je. Wacht even. Hij gaat wel snel. Ja, moet ik eerst even kijken. Ik moet even kijken naar die achterkant. Als het goed is, als die montering is hierachter. Ja, wat is deze? De turbo. Auw! Auw! Hé, Frank! Hekkie! Auw, mijn rug! Hekkie, wat is je? Ja, ik hoef daar gelijk niet meer onder de zonnebank, denk ik. Goed. Zo, hé. Nou, hij werkt wel goed, die motor. Goed? Ja, goed toch? Ik denk als de politie dan ziet dat hij me mee mag leveren. Maar waar is hij eigenlijk? Rajiv! Zag jij hem? Iedereen gaat snel, Jeef! Oh nee, aan de kant! Aan de kant! Oh, daar gaat hij! Daar is hij! Ik hoef gelijk mijn land niet meer te maaien dan. Nee, dat wou ik net zeggen. Waar is hij nou? Hallo? Hij valt! Daar gaat hij! Nee, Rajiv! Rajiv gaat het! Oh, Rajiv! Oh, daar heb je hem! Gaat het met je? Zo, je hebt ze verongelukt! Wat is hier gebeurd? Kijk nou wat je met ze gedaan hebt! Rajiv, kom eens naar beneden! Help me, ik denk dat ik mijn benen ga doen! Rajiv, ga je nou gewoon Fran en Mourinho vermoord? Ik kom niet van het dak, Rajiv, help me! Je hebt die motor denk ik iets hard op zijn glans. Jongen, komt dus hierheen. Ik ga proberen. Ik vang jou. Voorzichtig, pas op. Jij hebt mij goed gevangen. Ik val tegen de stoel aan. Frank, het is jij eens. Voorzichtig, Frank. Nou, ik ga niet erachter staan, jongens. Pas op. Nee. Oh, dit is wel, een mooi ding hier. Wow! Voorzichtig, Frank. Kijk nou even met mijn motor. Dat is wel goed. Kijk mijn. Pas op, dat is mijn denk ik, militaire functie. Oh! Frank, pas op mijn panto. Gaat het met je? Doet mijn motor het nog? Ja, natuurlijk doet hij het nog. Wel voorzichtig, hij beschadigt een beetje. Henkie? Ja? Waarom zit er een mitrailleur op? Ja, dat is toch een... pas op! Nee! Yo, Henkie, ik ben mijn motor kwijt. Ja, maar ik ben jou kwijt. Hij ligt achter in de schuur. Heb je hem gevonden? Ja, waar is de motor? Ja, nou, ik knalde tegen het dakje op en toen vloog mijn motor weg, dus ik weet niet waar hij is. Waar is de motor dan? Hij vloog weg, hij bleef nog met... Heb ik helemaal een motor voor je gemonteerd, ben je hem kwijt? Die vlammen bleven erachter en hij vloog zo weg. Maar waarheen? Hij ligt daar in het water, kijk. Nee toch?
Oh, daar ligt hij! Wat heb je nou met mijn mouw? Hoe komt hij daar nou weer? Ja, hij heeft zo geen mouw weg. Wat heb je nou weer gedaan? Even duwen, Frank. Nou, oh nee, oh, voorzichtig. Ja, oh nee! Nee, nee, die kant op. Deze kant op. Zo. Bijna. Oh, zo, bijna, zo. Bijna. Ja, goed zo. Ik kijk wel even met mijn motorrijder. Dat is niet van mij. Oké. Okay. Maar. Ja, nu heb ik even tijd nodig om hem te monteren. Geef jij zei dat hij nog de eerder gaat. Hij, hè? Wat doet hij? Hé, hey, doe eens voorzichtig met mijn motor. Hé, hey, dat is mijn motor, hè. Ja, oké. Okay. Oh, voorzichtig. Wat ben je allemaal aan het doen, denk ik? Oké, okay, ik moet hem even monteren. Geef me even. Even met oh, Frank! Hey, oh, nou, oké, okay, volgens mij is hij helemaal klaar. Ik ga hem nog weer even testen. Want ja, dat moet ook weer gebeuren. Ah, oké, okay, nou, als het goed is. Kijk, er zit nog een self-descent system op. Dat klopt, dat was een beetje schrikken voor hun. Maar dan gaan we. Oh! Nou, hij werkt denk ik wel goed, hoor. Jongens, hij werkt! Hij doet het weer! Kom op. Hé, waar komt hij ineens vandaan? Waar is hij? Zo, nou, ik kan wel lang doorvliegen. Merk ik. Ik moet omkeren. Wacht heel even, jongens. Hey. Oké, okay, dan ga ik. Kom Frank, eraan. Wat was hij allemaal aan het doen? Kijk. Kom eraan. Au. Oh, dat is een vogel. Ik had hier nog geen rem voor je rem. Ik zie hem. Ik zie hem. Au. 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 Hij werkt. Ik moest bukken, want de bel doet het niet. Hij doet het weer volgens mij. Waar is hij dan? En waar is de motor dan? Waar ben je? Waar is mijn motor? De motorvlak hier. Oh, hier is hij. Oh, nee, dit is een boomstronk. Oh, hij ligt helemaal daar. Daar ligt hij. Daar ligt hij. Nou, hij werkt weer, Rajiv. Je motor die doet het weer. Ja, ik ga er ook gelijk vandoor, hè, want dadelijk is die kapot. Nu wel voorzichtig dat je niet weer het water in vliegt. Nee, ik ga het nu goed doen, kijk. Waar ben je nou? Oh, daarmee. Zo. Zo, doe je voorzichtig. Nou, hé, hey, Henkie. Ja? Ik zie je wel weer een keer, weet je. Ja, dat komt helemaal goed. En ik voel kom, super. Kom je donuts maar ophalen? Ah, mijn donuts natuurlijk! Ja, die kom ik gelijk ophalen. Oké, okay, Rajiv. Ik zie je wel bij de donutwinkel, oké? Okay? Ik zie je al vaak aan de keer. Hé, Frank? Ja. Houdoe. Houdoe, hè. Dag, Rajiv. Daar gaat hij. Oh, wat een mooie motor heb ik toch gemaakt, hè, Frank. Daar gaat hij. In de horizon. Kun je het ook met mijn tractor doen, of niet? Dat hij weg kan vliegen. Oh, daar gaat hij. Ja, gaat wel heel erg snel naar beneden. Ging wel, ik weet niet of dat goed is gegaan. Hij heeft mijn telefoon nodig, dus hij kan bellen als iets aan de hand is. Het ging wel echt heel snel naar beneden ineens. Maar ja, ik kan wel ook hier. Nee, ik denk niet dat jouw tractor kan vliegen. Dat wordt te gevaarlijk. Oh. Maar het is al avond aan het worden, zie ik. Hey, Henkie. Ja. Ik ben organisator, hè, ben ik geworden. Ik wilde weten waarvan. Van ja. Wat? Van de tractor van de snelste van de bergafrace organisatie. Echt? Wat klinkt dat cool? Wil je daar een keer aan meedoen? Ja, dat lijkt me echt super cool. Oké. Nou, dan ja, ik moet nog een beetje plannen. Ik heb net bedacht. Dus letterlijk net. Want, net bedacht, gewoon. Ja, nu. Ja, echt net nu. Want ik zag hem zo vliegen over die berg. Ik denk, dat kan ik ook. En toen was je plots organisator. Ja, organisator van de snelste bergklim. Afval, meneer. Ik denk jij hebt echt al een hele organisatie opgestart. Maar, nee, dat kan ik weer doen. Maar, oké. Wil je mee terug met mij? Wil je gezellig thuis bij mij zijn? Of blijf je hier? Nee, ik ga wel lekker mee terug, dat is goed. Ja, ah, jatten, we gaan wel aan de panter, want die laat ik niet hier in het krot, in deze schuur staan. Pardon? niks. Dan gaan we ik ben toch wel blij met deze panter. Mag ik ook instappen, of denk je wel? Ja, nee, kom maar, het is wel een beetje krap, dus pas, stap maar in. Als ik ben best wel lang. Hey, pas op je been, ziet er gezellig uit zo samen. Nou, maar ik heb trouwens ook een leuke functie toegevoegd in de tussentijd, want dat is een nieuwe technologie die ik had uitgevonden met die motor. Ja. Ik dacht van nou, als ik nou ook aan mijn auto toevoeg, een soort vliegfunctie, weet je. Ja. Ik denk, dan kunnen we ook mooi naar huis gaan nu. Maar dan wat sneller, want ja, de route hierheen, kijk, hij is wel heel snel. Oh, oh. Oh! Jongen, Tokyo Drift. Oh, zo. Maar ik denk, we kunnen ook wel nog sneller naar huis gaan. Zullen we dat even testen en dan... Ja. Oké, nou, dan doen we dat. Kijk, dan hebben we hier dit stukje. Dan gaan we hier naar rechts zo. Dan hopen we dat het goed gaat. En als het niet goed gaat, ga je zwemmen? Ja. Oké, nou dan is dit het. Frank, dankjewel voor dit leuke avontuur weer. We gaan het doen. Frank, daar gaan we. Oh, Frank. Oh, hij gaat snel.